Verschillende actoren in de toerismesector hebben de handen ineengeslagen om het toerismeplan dat door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is ontwikkeld uit te voeren. Het plan dat een duurzaam karakter heeft, moet tegen 2030 volledig zijn uitgevoerd. Het ministerie richt nu haar aandacht op de wetgeving en het oprichten van een toerismeautoriteit. Dit zegt de onderdirecteur van het ministerie, Vanuessa Jeffrey. Zij gelooft erin dat toerisme een van de potentiële sectoren is die de ontwikkeling van Suriname op gang zal brengen. Jeffrey gaat in op de directe actiepunten. Binnen het plan hebben we een aparte deel gewijd aan quick wins. Quick wins zijn eigenlijk acties die we hebben gelist waarbij eigenlijk minder, ja, je hebt wel geld nodig, maar niet dat zoveel om bepaalde dingen uit te werken. Als ik praat bijvoorbeeld eenvoudig, de omgeving schoonhouden. Bijvoorbeeld Paramaribo, de stad, binnenstad schoonmaken, schoonhouden, toeristisch vriendelijk maken. Als we bijvoorbeeld praten over in kaart brengen van eigenlijk een straatroute waarbij authentieke Surinaamse gerechten wordt aan de man gebracht, tenminste aan de toeristen. Dus eigenlijk zulke kleine dingen die we hebben geïdentificeerd. Nou, ook wegwijzers, net hoe dat echt opfleuren. Aankaarten van dit is een bepaalde plaats, zodat men kan zien dat er gecommuniceerd wordt met de toeristen. Sherida Mormon, die als extern deskundige is aangetrokken om haar bijdrage te leveren aan de invulling van het plan, zegt dat elk district zijn eigen kracht heeft. Om investeerders aan te trekken, zo zullen bijvoorbeeld zogenaamde tax-free zones worden ingesteld, zegt Mormon. Volgens haar hebben alle districten de potentie om zichzelf te branden. Wanneer je mensen bij elkaar hebt en ze hebben allemaal hun eigen kracht en hun creativiteit en je laat het ze inzien, daarom hebben we de media ook nodig, dat we de komende periode ontzettend veel tijd gaan besteden aan bewustwording. Ken je omgeving, haal daar kracht uit, haal daar business uit, innovatie stimuleren. Daarom zal er ook een wet op intellectual property, hè? Zal daar ook, daar zijn we ook mee bezig. Alleen dat mensen hun creatieve ideeën ook wel weer beschermd worden. En het moment dat je in communities gaat, dat weten we zelf ook vaker in communities, en je kan mensen inspireren, dan leveren ze veel meer dan je zelf denkt. Dus het enige is, je moet ze gaan containen, je moet wat wetgeving erop gaan zetten, wat standaarden ontwikkelen van hey, als je een bepaalde producten ontwikkelt, moet het wel minimaal aan deze standaarden voldoen. Want in principe is die basis van toerisme, development in Suriname eraan. We hebben natuur en cultuur. Maar weet je, samen, dat maakt ons uniek. Die combinatie. Sherida Mormon, die als externe deskundige is aangetrokken om mee te helpen invulling te geven aan het duurzame toerismeplan. Onderdeel van het plan is dat er inmiddels een standaardencommissie in het leven is geroepen die de komende week de verschillende hotels zal informeren over de standaarden waaraan zij moeten voldoen.